Dat Gerard Joling niet van zichzelf zo knap is, maar er wat voor heeft moeten doen, daar maakt hij geen geheim van. Klaar met ingrepen is Gerard ook nog niet. Hij vertelt aan Sophie Hilbrand wat voor wensen hij nog meer heeft. Ik denk dat voor het gezicht mensen soms vinden dat jij te ver bent gegaan. Ja, nee, nu dat al. Kan niet, want ik heb helemaal niets, bijna niets gedaan. Dus... Want jij hebt niet je lippen laten doen. Nee. Mooie mond, hè? Ik zou het wel willen, hoor, een keertje. Ja? Misschien. Wat zou je willen dan? Dat je iets nou, dit ja? En dit, zeg maar. Ik zou, sta er wel heel positief tegenover. Om meer te Ik zou doen. Er zo een heerlijke feest tegenaan gooien, ja. Maakt me echt niet uit. Nee. Als ik me daar goed bij voel en goed in geadviseerd word... en een topartsen, zijn, want je ziet natuurlijk een zoutje rommel, hè? Maar het is wel zo, volgens mij, als jij 70 bent... dan zullen wij als publiek wel zien... Gerard heeft geprobeerd iets jonger te blijven dan hij is. Het is misschien wel of niet gelukt. Het is meer voor de buitenkant, voor mijn wereld waar ik in zit... Het uiterlijk vertoon als voor mijn eigen ik. Want als ik gewoon privé ben met mijn eigen vrienden... interesseert me eigenlijk geen bal. Dus ik vraag me ook af, als ik niet meer bekend zou zijn... of niets meer voor televisie zou doen... ja, dan denk ik dat ik dan wel mezelf een beetje laat gaan, denk ik. Heeft die camera gewoon toch wel mee te maken? Zeker. Ja, natuurlijk. Ja.